Welkom bij Nerdcultuur Nieuws. Hier bespreken we elke week al het nerdy nieuws. En we gaan beginnen met de aankondiging van het pensioen van Bruce Willis. Blijkbaar is hij dus geforceerd om nu te stoppen omdat hij een ziekte heeft. Waardoor het steeds lastiger wordt voor hem om te communiceren. Dus ergens is dit wel een zielig verhaal. En veel mensen vonden het in de afgelopen jaren natuurlijk ook altijd leuk om Bruce Willis belachelijk te maken. Omdat hij heel veel B-films deed. En gewoon van die films die gelijk naar DVD toe gingen en zo. Maar waarschijnlijk was dat dus ook deel. Waarom hij de laatste paar jaren zoveel rollen heeft aangenomen. Omdat hij ook wist dat hij niet heel veel tijd meer over had. En nu heeft hij gewoon wel nog geprobeerd zoveel mogelijk geld te verdienen voor hem en zijn familie. Dus ja, ik hoop dat hij nu de rest van zijn leven gewoon rustig kan doorbrengen. En dat hij zeker tevreden kan zijn met wat hij allemaal gedaan heeft in zijn carrière. En dan is deze week ook naar buiten gekomen dat Jim Carrey waarschijnlijk ook een break gaat nemen. Of misschien ook helemaal klaar is met acteren zelfs. Maar hij is natuurlijk deel van de Sonic franchise. En het lijkt me dat hij daarvoor nog wel terug moet komen, als dat in zijn contract stond in ieder geval. Maar gewoon met de manier waarop de films het hebben opgezet, hebben ze Robotnik waarschijnlijk nog wel nodig in de toekomst. Maar ja, ook in zijn geval, hij heeft niks meer te bewijzen. Hij is sowieso gewoon een geweldig acteur. En als hij vindt dat hij er nu klaar mee is, ja, dan moeten we daar gewoon respect voor hebben. Dan moeten we ook nog even een update bespreken rond het hele Will Smith verhaal van vorige week. Want er zitten dus blijkbaar toch nog wel wat consequenties aan vast voor hem. Er was een biopic over zijn leven in ontwikkeling. En zowel Netflix als Amazon hadden daar interesse in. Maar die hebben nu dus hun aanbod ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de Netflix film Fast and Loose. Die hebben ze nu on hold gezet. En ook Sony's film Bad Boys 4. Waar Will Smith natuurlijk de hoofdrol in heeft. Ik moet zeggen dat ik niet had verwacht dat de gevolgen zo ver zouden gaan. En ik vind het zelf dus misschien ook wel een beetje te ver gaan. Ook al was ik dus wel aan de kant van Chris Rock vorige week. Maar aan de andere kant, als je in Hollywood nu ontslagen kan worden voor een aantal slechte tweets. Ja, dan is fysiek geweld wel een stapje erger natuurlijk. Dus ik snap ook wel dat ze hem dan cancelen als dit de regel zijn, ja, dan moet het maar zo. Maar als je deze onrealistische standaard probeert vast te houden, gaat het niet lang meer duren voordat je geen enkele acteur meer over hebt in Hollywood, want het zijn sowieso geen engeltjes allemaal daar. En dan is naar buiten gekomen dat Jason Kilar is opgestapt bij Warner Brothers, nadat dat bedrijf is opgekocht door Discovery. En dat betekent dat er nu dus weer nieuw leiderschap zit aan het hoofd van Warner Brothers, en dat alle Snyder-fans weer een klein beetje hoop hebben momenteel. En ik hoop echt heel erg dat Discovery gewoon door blijft gaan met de plannen zoals DC nu bezig was en dat ze niet weer alles gaan omgooien om de Snyder fanboys te bedienen. Maar zelfs ik moet dus toegeven dat er nu wel weer een kleine mogelijkheid open ligt voor die Snyder fanboys. En hun kennende gaan ze het zeker niet loslaten nu de komende paar weken. Maar nu we het over DC films hebben, is er ook een slechterik gecast voor de Blue Beetle film die volgend jaar moet uitkomen. En die gaat gespeeld worden door Sharon Stone. Dat is wel een toffe actrice die vooral in de jaren 80 en 90 super populair was natuurlijk. En ik ben wel benieuwd welk personage zij gaat spelen. Ik heb geen idee wie het zou kunnen zijn als het op Blue Beetle aankomt. Maar met Cholo Maridueña als de Blue Beetle gaat het sowieso een vette film worden, denk ik. En dit is ook dus al een personage die nog een lange tijd mee kan gaan voor DC. Dan heeft Netflix aangekondigd dat ze nu samenwerken met Robert Rodriguez aan een reboot van Spy Kids. Dus ze hebben wel de originele maker er weer achter zitten. Ja, Spy Kids was wel iets wat ik vroeger wel kon waarderen, maar ik weet niet hoeveel interesse ik heb in een reboot. En ik vraag me dus ook af hoe erg dit gaat aanslaan. Maar het wordt blijkbaar dus gewoon een volledig nieuwe familie met allemaal nieuwe personages. En zo. Maar ja, gewoon een leuke familie-avonturenfilm die gericht is op kinderen. Daar is altijd wel ruimte voor natuurlijk. En omdat het op Netflix uitkomt, zit er ook geen druk op om een bepaald bedrag te verdienen in box office. Dus ik denk dat dit wel een slimme zet is voor de Spy Kids franchise. En dan hebben we eindelijk weer een update gekregen over de reboot van The Crow. Een film die dus al meer dan 30 jaar in ontwikkeling is volgens mij. En het origineel was op een bepaalde manier vervloekt door wat er gebeurd is met Brandon Lee natuurlijk. Maar deze remake of vervolg lijkt ook vervloekt te zijn. Want met zoveel jaren is het nog steeds niet gelukt om dit project bij elkaar te krijgen. Maar zoals het er nu voor staat, gaat The Crow gespeeld worden door Bill Skarsgård. Die je misschien kan kennen als Pennywise uit It. En ik denk zeker dat hij wel een vette Crow kan neerzetten. Maar de regisseur van dit project lijkt nu dus Rupert Sanders te worden. Die vooral bekend is voor zijn werk aan Snow White en The Huntsman. En ik weet dus niet of dit per se een hele goede regisseur is voor dit project. Maar ja, dit is sowieso een gevalletje van eerst zien en dan geloven. En ik geloof het pas wanneer ze dus echt aan het filmen zijn. Dus we gaan het nog wel in de gaten houden. En dan door naar het serienieuws van deze week. Als eerste lijkt het erop dat HBO Max werkt aan een It prequel serie met de titel Welcome to Derry. En deze serie schijnt dus in te gaan op de origin story van Pennywise. En de eerste keer dat hij dus verschenen is in dat stadje Derry. En volgens mij zit er in de It boeken wel wat mythologie over dit verhaal en wat hints. Maar niet echt een volledig script natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit dan gaan uitwerken naar een volledige serie. Maar HBO Max heeft deze week ook aangekondigd
aankondigd dat ze nu een datum hebben voor House of the Dragon, de spin-off van Game of Thrones. En die gaat beginnen in augustus, hier in Nederland op 22 augustus. En dat is dan wel weer een dagje later dan in Amerika, geloof ik. En dat is dus wel iets wat me een beetje frustreert aan HBO Max, dat niet alles tegelijk uitkomt. Terwijl ja, streaming services zoals Netflix en Amazon en Disney Plus, die brengen alles gewoon wereldwijd tegelijk uit. Maar ja, hopelijk kan HBO Max dat in de toekomst ook nog rechtzetten, want ik denk zeker dat er wel aardig wat hype gaat zijn rond deze House of the Dragon serie. Dan heeft Amazon wat casting nieuws naar buiten gebracht voor hun Fallout serie. En de hoofdrolspeelster van deze serie gaat Ella Purnell worden. Ik ben niet heel bekend met haar werk, maar ik was wel een groot fan van haar stemwerk in Arcane. Want zij deed namelijk de stem van Jinx. Dus ze heeft al wat ervaring met videogame adaptaties. En ik denk zeker dat Fallout als wereld ook heel geschikt is om een toffe serie voor te ontwikkelen. En met het budget wat Amazon er waarschijnlijk tegenaan gaat gooien, heb ik hier best wel vertrouwen in. Ook al blijf je natuurlijk wel een beetje sceptisch als het aankomt op videogameprojecten. En dan is deze week naar buiten gekomen dat de Netflix-serie Umbrella Academy hun hoofdpersonage gaat veranderen, nadat Elliot Page dus naar buiten is gekomen als een transgender man. En het was eerst de bedoeling dat hij dus nog steeds gewoon Vanya zou spelen, maar nu gaan ze Vanya dus veranderen naar Victor. En ik vraag me dus af hoeveel tijd ze daaraan gaan besteden in het derde seizoen. Of dat echt een belangrijk onderdeel is van het verhaal, of dat het gewoon opeens van het ene op het andere moment veranderd is. Maar ja, dit is wel wat consistenter met de logica van de wokes natuurlijk. Want als transgender man is het dan ook wel begrijpelijk dat je alleen nog maar transgender mannen kan spelen in hun logica. En ik vraag me dus af of we echt een duidelijk verschil gaan merken tussen Vanya en Victor als personage. En dan heeft Netflix aangekondigd dat ze binnenkort een festival van 2 weken gaan organiseren met de titel Netflix is a Joke. En ze gaan dus heel veel stand-up specials opnemen tijdens dit festival en ook wat panels en aankondigingen doen en zo. Ik zag bijvoorbeeld ook al een Cobra Kai feestje voorbij komen. Dus hopelijk krijgen we misschien een trailer voor Cobra Kai 5 daarin. En anders gewoon wat andere toffe aankondigingen. Ik denk zeker dat we dat dus bij nieuws gaan bespreken wanneer dat voorbij is. En dan hebben we nog een nieuwtje over de Obi-Wan Kenobi serie. Die is namelijk uitgesteld, maar gelukkig maar met 2 dagen. Dus de schade is heel erg beperkt. De serie zou dus eerst op woensdagen draaien, maar nu wordt het een vrijdagserie. En dat is misschien wel een slimme beslissing geweest voor Disney+. Want zoals het er nu voor stond, zouden er afleveringen van Miss Marvel en Obi-Wan Kenobi op dezelfde dag uitkomen. Voor een periode van een paar weken in ieder geval. Ik denk zeker dat Obi-Wan Kenobi dan heel veel van de aandacht van Miss Marvel had gestolen. Dus het is een stuk slimmer om het dus verspreid binnen de week uit te brengen. Miss Marvel op woensdag en Obi-Wan op vrijdag. En niet alleen dat, want wanneer Obi-Wan begint, gaan ze dus gelijk beginnen met 2 episodes. Dus we hebben veel te bespreken die dag. En ik ga de serie dus ook wekelijks bespreken. Dus hopelijk zie ik jullie daarvoor terug. En dan in het laatste serie nieuws van deze week heeft FX bevestigd dat ze werken aan een 2e seizoen van Feud. De serie waarvan het 1e seizoen dus gebaseerd was op de rivaliteit tussen Betty Davis en Joan Crawford. En nu in het 2e seizoen gaat het blijkbaar over Capote's Women. Een verhaal waar ik zelf niet echt bekend mee ben. Maar omdat het 1e seizoen zo goed gedaan was, ben ik sowieso geïnteresseerd in dit 2e seizoen. En het is dus juist ook wel tof om gewoon niks te weten van dit verhaal van tevoren. En waarom die vrouwen dus een rivaliteit met elkaar gaan opbouwen. En het is dus al meer dan 5 jaar geleden sinds dat 1e seizoen. Dus het is wel heel tof dat FX toch nog deze serie heeft teruggebracht voor een 2e seizoen zo'n lange tijd later. En dan het videogame nieuws van deze week. Als eerste is helaas bevestigd dat we dit jaar geen E3 gaan krijgen. Voor het eerst misschien dus in iets van 25 jaar of zo. En vooral toen ik jong was, was E3 wel echt hetgene om naar uit te kijken. Een soort van videogame mecca waarin je gewoon een oneindige storm van aankondigingen over je heen kreeg. En dat was dus zeker als gamer iets waar je elk jaar naar kon uitkijken. En vorig jaar was het dus al een beetje een geflopt evenement dankzij alle omstandigheden rond corona en zo. En omdat het dus deels digitaal was, was het eigenlijk de bedoeling dat ze nu gewoon weer op locatie zouden gaan beginnen. Maar ze geven dus aan dat ze nog wel een evenement gepland hebben voor volgend jaar. Maar ik moet zeggen dat ik dat betwijfel zoals het er nu voor staat. Ik zou het dus heel jammer vinden als dit echt het einde is van de E3. Maar we weten dus voor nu in ieder geval zeker dat we dit jaar geen E3 krijgen. Maar om het een beetje goed te maken is ook bevestigd deze week dat we wel een Summer Game Fest gaan krijgen. En dat was dus vorig jaar ook wel echt een evenement met een aantal toffe aankondigingen. Dus hopelijk krijgen we dit jaar wel iets vergelijkbaars en iets wat een beetje de E3 kan opvullen. En dan heeft Xbox deze week aangekondigd dat Xbox Game Pass binnenkort ook een familieplan optie gaat krijgen. Dus als je die account wilt delen met meerdere mensen, dan kan je daar waarschijnlijk wel een stuk goedkoper mee uit zijn. En ze hebben bevestigd dat volgende week zowel Life is Strange True Colors als Lost in Random naar Game Pass toe komen. En dat zijn zeker 2 games die ik daardoor ga spelen nu en waar ik zeker zin in heb. Dus als je
die nog niet gespeeld hebt, is dit echt het perfecte moment om Game Pass te nemen nu. Dan is er ook een aankondiging gedaan deze week van een nieuwe Monkey Island game. Een klassieke point-and-click adventure met wel echt een hardcore fanbase. Die nu echt na een hele lange tijd eindelijk een vervolg krijgen. En Monkey Island staat ook vooral bekend om zijn humor. En ik vraag me dus af of Tim Schafer nog steeds betrokken is bij dit project. Want het was dus oorspronkelijk een Double Fine productie. Maar dit wordt waarschijnlijk gewoon gemaakt door een generatie van gamers en programmeurs die zijn opgegroeid met Monkey Island. En voor hun is dit dus echt een passieproject wel. En ik denk zeker dat je gaat merken dat er heel veel liefde in gestopt gaat worden. Ik ben zelf nooit een super groot fan van point-and-click games. Maar dit is wel eentje die ik misschien een kans wil geven. Al is het alleen al gewoon omdat het een toffe setting heeft en voor de humor die erin zit dus. En dan als laatste nieuwtje van deze week is er een presentatie gegeven van de Unreal Engine. En daarin hebben ze aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Tomb Raider game met Unreal Engine 5. En ja, alles wat we gezien hebben van Unreal Engine tot nu toe is echt super bruut. En de graphics daarvan zijn echt next gen. Dus ik vraag me ook af hoe Tomb Raider eruit gaat zien. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar next gen Lara Croft. En Crystal Dynamics zit dus ook weer achter de productie van deze game. En zij hebben de eerste twee gedaan van die recente Tomb Raider trilogie. En dat was uiteindelijk als trilogie één grote origin story. Dus ik ben heel benieuwd om Lara Croft nu echt gewoon volledig als de Tomb Raider te zien in deze game. Maar ze hebben dus de engine ook gewoon uitgebracht voor programmeurs. Dus al ben jij technisch heel erg slim, dan kun je nu zelf ook dingen in elkaar gaan zetten met Unreal Engine 5. En ze hebben ook een soort speelbare demo vrijgegeven met de titel Lyra. En daarin kan je dus een soort competitief multiplayer, third-person shooter spel spelen. Maar wat vooral bijzonder is aan deze demo, is dat mensen er dus ook zelf mee kunnen experimenteren. En ik heb dus ook al mensen zelf maps in elkaar zien zetten en zo. En het ziet er wel allemaal echt heel prachtig uit. Vooral de lichteffecten hierin. Maar ja, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Nerdcultuur Nieuws. Zat er voor jullie nog iets interessants tussen? Wat vinden jullie van de gevolgen voor Will Smith? Hebben jullie zin in de nieuwe Tomb Raider game? Bedankt voor het kijken in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.